om te werken krijgen. Ik blijf hier gewoon in de buurt lopen. Is er wat? Dan, heeft het nog moeite? Of? Bij ons loopt hij nou, Pepijn, 70. Ja, met de remmen losladen liep hij zo ongeveer een centimeter of dicht achter. Dan lopen jullie nog bij 5 centimeter voor. Zenuwcentrum kort. Iedereen zit in de cabine, zit de druk in de gaten te houden, dus, dus dat moet in principe, die moet een seintje geven als de drukken weglopen. Maar dat geeft niks, ik bedoel, ik heb liever dat iemand even kijkt, liever een loosalarm dan te laat alarm. Dus. Afstand heb ik ook al een keer gemeten. Daar ga ik af en toe een foutmelding op het bord, maar in principe 4 van de 5 keer pakt hij hem. Dus dat kunnen we dadelijk ook met dat als we aan de vakkant gaan rijden. Laat jou gewoon iets achterblijven, ja. Ik laat dat toch doorbeten, want het verlies is het niet. Ja. Ja. 6 meter. Laten we maar even op 2 slagen en meten. En dan zien we hoe het loopt, Marcel. Hoe hard het zat. 4,40.
wat jij even in de gaten moet houden is of dat bovenframe of dat die afstanden niet te gek groot worden. Nee, maar daarom zat ik hier op de en ik houd hem eraan. Ja, blijkt gelijk. Ik weet direct hoe lang we op hebben, maar de laatste 3 meter tips die daar mee te vinden. Dat gebeurt het niet, want we hebben ons werk verder wel. 2:10 heb ik pijn. Ik heb zoiets wat er van tevoren. Dat is het daar, joh. Nee, ik sta aan de voorkant. Ik sta aan de voorkant. 10 centimeter nog. Ja, ja. 3. 2. 1, stoppen. Wij staan hier op lijn. Ik ben op steek.